Erwin, hoe teleurgesteld ben je? Nou, best wel. Ik ben best wel teleurgesteld. Dat mag je wel weten. Ik denk net als iedereen een beetje. Hoewel ik van tevoren wel wist, ik denk dat het verwachtingspatroon bij iedereen die hier was en iedereen heel hoog was. Zeker op basis van vorige week en je speelt tegen de nummer laatst. Dan denk je toch snel van oké, die wedstrijd die moet je ook winnen. En die drie punten hebben sommigen misschien al bijna bijgeschreven. Dus ik wist dat het niet zo'n wedstrijd zou worden. Omdat Volendam natuurlijk de laatste twee uitwedstrijden 1 won en 1 in de blessuretijd verloor van Feyenoord. Dus dit spel ligt hun. Ver inzakken, de ruimtes klein maken en counteren. Dus de moeilijkheidsgraad is hoog. Alleen de teleurstelling zit vooral in het feit dat we niet zo hebben gespeeld als dat we kunnen spelen, denk ik. Je komt in het begin direct al achter met 1-0. Is dat een domper en is dat ook een factor voor jouw ploeg dat je dan op dat moment in die eerste helft niet door kunt gaan? Nou, daar heeft het wel een beetje mee te maken, denk ik. Tuurlijk, er zijn al wat meer goals in de eerste seizoenshelft gevallen uit spelervattingen. En als je met elkaar wat voorneemt van we gaan dit doen. En na 6 minuten, eindelijk de eerste keer dat de tegenstander over de middenlijn komt, ligt hij meteen in het mandje. Ja, dan krijg je wel even een tikkie. Maar ik vond dat wel te lang duurde. Want je moet daarna gewoon weer doorgaan, je herstellen En de dingen blijven doen die we met elkaar hebben afgesproken. En ik vond dat het daarna een beetje een soort angst of verlamming. Of ik weet het niet precies. Ik ga het morgen nog wel eens aan de jongens vragen. Maar we waren niet los. Betekent ook dat de dekking van Zeefuik op dat moment niet 100% was? Nou, we verdedigen corners vanuit de zone. Dus dat betekent dat je niet echt in de mandekking staat. Maar we hebben wel afgesproken dat we de beste koppers van de tegenstander blokken. En om de snelheid eruit te halen, dat ze niet zomaar in kunnen lopen. En dat hebben we niet goed gedaan. Vond je de tweede helft beter dan de eerste helft? Ja, ik denk het wel. Jij ook toch? Ja, zeker. Nou ja, tweede helft hebben we in ieder geval wat meer druk vooruit gezet. De tegenstander wat meer geprobeerd bij de strot te grijpen. En uiteindelijk ook, denk ik, gewoon de terechte gelijkmaker gemaakt. Kijk, ik ben teleurgesteld. Maar als je objectief bekijkt, denk ik dat als de één ploeg recht had op de overwinning, dat wij het dan nog wel waren. Misschien is het verhaal iets negatief, maar uiteindelijk denk ik dat we wel het meeste recht nog hadden op de overwinning. Hoe kun je dat in de rust ombuigen? Nou, om ze nog een keer duidelijk te vertellen wat we hebben afgesproken en ze vooral te wisselen, dat ook. Twee nieuwe spelers die wel die energie brachten misschien, maar ook gewoon uitleggen, dit is wat we moeten doen. We hebben dit afgesproken, als je het niet doet, vraag je om problemen. Als je niet doordekt en je geeft ze de kans om de ballen lang op zeven uit te spelen en mensen eromheen, ja, dan vraag je eigenlijk om problemen. Dus doe nou wat we willen, ga nou gewoon los. En nou ja, dat ging de tweede helft gelukkig beter. Hoe ver is Jes Hornkamp? Kan die langer dan één helft spelen? Nou ja, ik denk dat hij nu ongeveer dat dit wel een beetje richting maximaal was. Maar hij gaat wel met de week vooruit. Dus ik vond dat hij had een goede invalbeurt. Je ziet ook, hij wil graag scoren. En daar doet hij ook alles aan. Bij zo'n voorzet zit hij er goed bij met een sliding. Dus hij heeft ons goed geholpen vandaag. Twee wedstrijden onder jouw leiding. Nog steeds ongeslagen. Geeft dat een klein beetje een goed gevoel? Ik denk dat je het wel aardig verwoordt, een klein beetje een goed gevoel. Misschien wel, maar er zit nog even een katertje van vandaag. Maar misschien dat ik morgen denk van oké, 4 punten uit 2 wedstrijden. Als we dat volhouden tot het eind van het seizoen, iedere keer dan komen we wel een eindje. Maar blijft bij dat ik vind dat ik gewoon graag wil dat we eigenlijk maximaal presteren in een wedstrijd. En dat heb ik vandaag een beetje gemist. Dat had ik vorige week wel. Toen vond ik dat we gewoon wat we konden op dat moment hebben we toen gebracht. En ik vind vandaag eigenlijk dat we dat niet hebben gedaan. En dan ben je als trainer altijd een beetje zuur. Maar we moeten het ook niet te zuur maken. Het systeem met 5 verdedigers, ben je daar tevreden over? Ja, het systeem met 3 verdedigers. Ja, we hebben twee wingbacks die vandaag volgens mij heel erg hoog hebben gespeeld en bijna als buitenspelers hebben gespeeld. Ja, ik denk dat dat voor ons wel op dit moment even nodig is om iets meer stabiliteit in het centrum te krijgen. Zeker centraal achterin, dat iets meer veiligheid voor ons geeft, zeker gezien het aantal tegendoelpunten. Kijk, uiteindelijk hebben we nu 2 goals tegengekregen na de winter. 1 penalty en 1 corner. Dus uit open spel hebben we geen goals weggegeven. Dus dat betekent dat je daar wel iets beter staat. En dat is nodig. Alleen het spel moet nog wel verder ontwikkeld worden om het. Kijk, als jij zegt met 5 verdedigers klinkt het misschien wat verdedigend. Maar we willen juist om een aanvallend systeem krijgen met 3 verdedigers. En met
aanvallende wingbacks. En daar moeten we nog wel verder in sleutelen, dat is duidelijk. Succes. Dankjewel. Jody Bruin, ik had het je van de week al een beetje voorspeld. Basisplaats tegen Volendam. Ja, dat klopt. Een helftje meegedaan. Ik ben blij dat ik mocht starten. Maar ik baal een beetje van het resultaat. Resultaat is niet goed. Althans, als je tegen de onderste speelt uit de Eredivisie. Dan zou je moeten winnen. Wat vond je ervan dat je maar een halve wedstrijd mocht spelen? Dat was op voorhand al met de trainer besproken. Dus ik wist dat ik een helft zou spelen. Ik voel me goed. Ik denk dat ik langer had kunnen spelen. Maar ik heb dit gisteren met de trainer op deze manier besproken. Dus zo is het gegaan. Is het moeilijk om met een elftal te spelen waarin heel veel spelers zitten die jij in een wedstrijd nog nooit hebt meegemaakt? Ja, het is altijd eventjes wennen aan elkaar. Maar ik denk dat we snel genoeg op elkaar zullen zijn ingespeeld. En ik heb er nu 1 trainingsweek op zitten. Dus ik denk dat het alleen maar beter zal worden. Dus dat betekent dat we volgende week tegen Ajax vuurwerk kunnen verwachten? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat we een resultaat pakken tegen Ajax. Het zou niet de eerste ploeg zijn. Dus ik denk dat we er gewoon met vertrouwen naartoe moeten gaan. En ons beste spel moeten gaan spelen. En dan denk ik dat er gewoon een resultaat te halen valt. Hoe erg valt dit resultaat jou tegen? Ja, heel erg. Omdat als je vandaag wint, dan doe je echt afstand van Volendam in ieder geval. Helaas gebeurt dat niet en dan blijf je toch een beetje steken. Ik denk dat er gewoon een wedstrijd was waarin je kon stijgen op de ranglijst. En helaas is dat niet gebeurd. Maar je hebt nog steeds een trainer die ongeslagen is. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik hoop volgende week ook nog steeds. Betekent dat volgende week Ajax hier komt en dat je dan echt een wedstrijd moet spelen op een scherp van de snede? Ja, zeker, zeker. We moeten gewoon alles geven. We moeten 100% arbeid leveren en iets beter zijn aan de bal dan vandaag. En wat ik zeg, dan denk ik gewoon dat er een resultaat te halen valt. Heb jij daar een reden voor waarom het vandaag niet 100% was? Nee, ik denk dat we krijgen zo vlug een tegengoal. Dat je eigenlijk Volendam in de kaart speelt. Ze gaan met z'n allen gewoon op de 16 hangen en ze hebben een boom voorin staan. Ik denk dat we onszelf gewoon tekort hebben gedaan vandaag. En die boom die maakt nog een doelpunt ook. Ja, dat was een goede goal. Ja, hij was berensterk en we wisten dat al. We hebben het op voorhand besproken en we hadden er misschien iets anders mee om moeten gaan. Maar wat ik zeg, ik denk dat het voornamelijk de vroege tegengoal ons gewoon pijn heeft gedaan en dat we hun in de kaart hebben gespeeld daarmee. Het was natuurlijk een doelpunt waarin hij dus niet voldoende gedekt werd. Nee, ja, ik heb het nog niet teruggezien, dus ik denk dat jij dat beter weet dan ik. Maar dat betekent dus wel dat jij tevreden bent over jouw eerste helft? Jawel, ik denk dat het kan altijd beter. Het is voor mij gewoon zaak om zo snel mogelijk aan iedereen te wennen. Zoveel mogelijk minuten te maken en zo snel mogelijk weer in vorm te komen en zo fit mogelijk te worden. Dus ik hoop dat het met de week beter wordt. Maar over het algemeen ben ik zeker niet ontevreden over mijn eigen spel vandaag. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.